Ik ben Hans Lokhoff en ik werk al 37 jaar bij SBO Breda als groepsleerkracht. En daarnaast ben ik mentor en stagecoach van 3 locaties SBO. Ik heb niet een specifieke indeling van mijn dag waarbij het gaat om stagiaires. Van de ene kant heb je dagen waarbij je een hele goede planning moet maken omdat je mensen ontvangt, omdat je voorlichting geeft, omdat je evaluaties houdt. En van de andere kant moet je ook flexibel kunnen zijn wanneer er vragen komen vanuit stagiaires of mentoren of er allerlei kleine probleempjes zich voordoen waarbij jij adequaat moet in kunnen spelen. Mijn persoonlijke drijfveer om praktijkopleider te zijn is jonge mensen in opleiding kennis te laten maken met het SBO in al zijn facetten. Studenten brengen allerlei ontwikkelingen en processen mee vanuit hun opleiding. En aan de andere kant bieden zij ondersteuning binnen de klas. En zo creëren we als het ware een win-win situatie. Het is minder belangrijk dat ik weet wat studenten over 10 jaar over mij vertellen. Het is wel belangrijk wat ze over SBO Breda vertellen. Over de mentoren die hen begeleid hebben. Over wat ze geleerd hebben over het SBO. Dat ze zich er thuis gevoeld hebben. Dat ze zich een teamgenoot hebben gevoeld. En ik zou aanraden, kijk eens op de website van De Leien of Westerhagen en zie daar gedeeltes uit de nabeschouwingen van studenten. De beste praktijkbegeleider is niet een persoonlijke titel. Ik denk dat de beste praktijkbegeleider een teamtitel is. Dus ik denk op een gegeven moment dat we het samen met z'n allen binnen het SBO doen, dat we maken tot wat stage nu is. Dus ik denk dat als mensen stemmen, dat ze niet alleen op mij stemmen, maar dat ze stemmen op al die bevlogen mentoren en alle andere betrokkenen binnen het SBO die de stage maken tot een succes.